Hallo YouTube, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering op Planet Michel. Vandaag aflevering 18C en deze hadden jullie nog te goed, want ik ben vandaag op bezoek bij Herman en Gea van Leven in een Camper. Sommigen van jullie kennen ze misschien wel, maar voor degenen die het nog niet weten, blijf vooral kijken. 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nou, ik ben bijna bij Klein-Amerika. Daar staan ze. Nou, kijken waar ze staan. Daar ergens. Daar volgens mij. Volgens mij bij die vrachtauto. Ja! Kijk, daar hebben we Herman. Precies op deze. Ja, ik herkende hem al. Kennen jullie onze auto? Nou, van internet. Ja, die heb ik natuurlijk al gezien. Hoi Herman. Hey. Hallo mensen. Nou mensen, dit zijn Herman en Gea. Goedemiddag. Goedemiddag. Stel jullie even voor anders aan de mensen. Ja, je zei het, Herman en Gea. Jurzen is onze achternaam. En wij leven 100% in deze omgeboden vrachtauto. Dus ja, wij noemen het een camper. Maar ja, wat is nou een camper? Hè? Ja. Wij zeggen, een camper is een tot recreatie omgebouwd voertuig. Dus of dat nou een vrachtauto is, of een bus, of een... zeg maar, en die campers wat de meeste mensen kennen, hè, die dus officieel bij camperbouwers zijn gemaakt. Het zijn allemaal campers. Hebben jullie daar zelf omgebouwd? Ja, deze hebben we zelf omgebouwd. Video's hebben we ervan gemaakt. Oh, die heb ik voor, dat is een oude video dan, denk ik. Ja, als je op onze kanaal kijkt, dan zie je bij afspeellijsten zie je ombouw van vrachtauto naar camper. En dan ja, filmen we eigenlijk alles wat we hebben gedaan hier. Dus, ja, waarom zijn jullie eigenlijk in een camper gaan wonen? Waarom hebben jullie je huis verkocht? Nou, dat is een heel mooi verhaal. Ja, ik had eigenlijk altijd al zoiets willen doen. Als wij een huis kochten, dan was het na een jaar, anderhalf jaar zo'n beetje. Ja. Dan zaten we alweer om ons heen te kijken. Dan vonden we het eigenlijk alweer genoeg. Een beetje ja, genoeg. Ja. Als je huis koopt, is hartstikke mooi. Dan heb je... Alles is nieuw. En op een gegeven moment is het niet nieuw meer. En dan verveelt het. Tenminste, daar voelden wij allebei. Ja. Dus wij hebben, we hebben zoveel huizen gehad. Als ik nou alle huizen zou moeten opnoemen, dan zou ik er denk ik eentje vergeten. Zoveel zijn het er. We hebben er ook een video over gemaakt trouwens, over plekjes waar we hebben gewoond, heet dat volgens mij. Oké, moet ik eens een keer opzoeken. En, ja, dat is echt wel leuk. Hè? Dan hebben we die dingen allemaal laten zien. Maar, op een gegeven moment toen kwam de crisis om de hoek kijken. In Nederland, eind 2008, begin 2009 was dat. Ja. En toen hebben we mensen moeten ontslaan. En op laatst hebben we iedereen moeten ontslaan. We werkten alleen onze zoon en wij nog, hè, met elkaar. En toen had Gea, toen ik kwam s'avonds thuis van het werk. En toen zei Gea, ik verveel me stierlijk de hele dag. Want ik krijg soms maar twee telefoontjes. Ja, en onze dochter was inmiddels verhuisd naar Zuid-Limburg. Dus die kwam ook niet meer dagelijks. Dus ik zat maar wat uit mijn uppie met de hondjes thuis. Dus toen zei ik, dan ga je toch met mij mee? Ja. En toen ben ik meegegaan aan de bouw ook. Maar ja, dan ben je op een weg aan het werk. Zonder toilet. En ik kan niet naar een boom, hè. Dus ik denk, ja. Nou ja. Kan wel, maar dat is een beetje raar. Dus de hele dag ophouden totdat je naar het tankstation komt. Dus ik stond heel vaak op knappen. En toen hebben we gezegd van, nou ja, wat doen we? Ja, een bus, dacht we eerst. Ja, een bus, een sprint of zo. We hadden een kleinere, we hadden een CR-1K met een karretje erachter. Ja. Toen zijn we dan kopen met een grotere bus en dan doen we daar zo'n porta-potty in. Dan kan je daarna het toilet. Maar we hadden zo vaak dat we aan het werk waren, bijvoorbeeld in Vraneke. En die dag erop weer in Vraneke. En heel stom, dan zagen we campers langs de rij. En toen keken we elkaar aan en zeiden, dat was eigenlijk nog wel veel idealer. Dan heb je het toilet en dan hoef je ook niet heen en weer te rijden naar het huis waar we alleen maar eten en slapen. Nee, en toen kwamen ook nog eens kennissen bij ons op een zondag met de camper. Stond in één keer voor de deur, ik denk. Ja. En toen zei hij, maar toen hen weggingen, dat bekeken. Ik zeg, daar zou ik ook wel in kunnen wonen. Nou, dat was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen vandaag. Ja, gelijk snuppen op internet natuurlijk. En in no-time hebben we een camper gekocht. Een, een oude FFB tablet was dat, hè? Ja. Een van de eerste video's kun je dat dan zien. En ja, op een gegeven moment... Ik had zoiets van, we proberen het een half jaar en dan zetten we het huis te koop als het bevalt. Ja. Maar Gea zei gelijk, na een week geloof ik al, hè? Ja, we zetten het huis maar te koop.
Ja. Weg ermee. Ja. Al die vaste last. Zonde. Maar ja, toen we die camper hadden, toen kregen we dus steeds minder en minder werk. Dat een hele hoop mensen, die haakten af. Die dachten, die opdrachtgevers, die vonden het niet kunnen dat wij met een camper op een klus kwamen. En ja, tegen de meeste mensen, als ik dat zeg, dan zeggen ze, nou, het gaat toch niet om de auto waar je mee rijdt. Het gaat om je werk, wat je doet. Je neemt gewoon je huizen mee naar je werk. Maar ja, jammer dan. Ja, ja. Maar ja, toen hebben we toch gezegd, ja, misschien moeten we toch wat aan doen voordat iedereen bij ons wegloopt. En we hadden al vaak een vrachtauto gezien die ze omgebouwd hadden. Kwamen we onderweg tegen, op camperplaatsen. En toen zeiden we, nou, dat kunnen wij ook. Dus hebben we hem ingeruild op deze. En nou, een van de eerste video's van ombouw van, van vrachtauto tot camper, daar zie je dus dat we dus de, hebben alles erin gehoord, een matras erin. De koelkast in de hoek vastgeshort met een stuk touw, dat hij niet omvalt. En de fietsen en gereedschappen en de kleren en de alles. De matras tegen de kant geknoopt en dan kon je zitten. En we waren gewoon aan het kamperen in ons eigen huis. Ja. En toen zat die deur er ook nog niet. Nee. En de ramen niet, dus dat was gewoon één lege ruimte. En hebben we helemaal ingericht, hè? Zoals het nou is. Ja. Ik vind het echt hartstikke leuk. Super gezellig. Ja. En even misschien een leuke vraag voor de kijkers om te weten. Maar hoe doen jullie dat met de post? In Nederland is het zo geregeld dat je een briefadres moet hebben. Dus het, je volstaat niet met een postbus of dergelijke. Maar je moet, er moet iemand zijn die zorg draagt ervoor dat, je, dat de post bij mij komt. Dus als jij het briefadres voor ons regelt, dan gaan we samen naar het gemeentehuis. Of ja, ik haal een formulier op en dat onderteken je. Met die handtekening zeg je dus dat je zorgt dat wij de post krijgen. En dat is alles. En nog even een vraag, hoe is het met je oor? Oh ja, nou, hij zit er nog aan. Ja, morgen krijgen we de uitslag. Morgen? Ja, morgen zeggen ze of het dus wel een soort van huidkanker is. En 90% zeker dat het dat is. En hij noemt het een kankertje. Kankertje, ja, dat is toch wel zo. Ja. En, maar het zou ook nog zo kunnen zijn dat het dus een onschuldig iets is. En dan kunnen ze het gewoon bevriezen en dan is het weg. En anders halen ze gewoon een klein stukje uit het oor. Ja, dan wordt het stuk weggehaald. En je haalt een hapje eruit. Nou, je kijkt in ieder geval niet alsof je je laatste oortje versnoept hebt. Nee. Nou, mensen, gaan even naar buiten. Zo, het is wel hoog, zeg, als je hier ja, het zijn, niet gewend bent. Een aantal treetjes, hè. Zo. Daarvoor heb ik die handvaardig gemaakt, hè. Ja, oké. Okay. Maar ja, dan moet je al achterwaarts, op deze manier zeg maar, zo naar beneden, hè? Zo. Nee, dan kun je nog een beetje vasthouden. Maar ik ben nog van die trapjes, of meerdere man van die trapje afgevallen, hè? Ja? Ja. Dan was ik weer te druk, maar ook even snel. En dan kant het trapje om en dan lag ik weer. Kijk maar uit. Nou, laat eens zien. Ik mocht los gaan. We zijn even deze hele mooie stad in geweest natuurlijk, hè? Ja. Prachtig. Ja, ik kom net ook uit het centrum. Moest even naar de Albert Heijn. Okay. Wat leuk. Oh, kijk. Gereedschap erin. Weet je, we hebben een eigen schuur, joh. Nog fietsen hebben we nou mee. Oké. Okay. Ik heb nog eventjes wat hier en daar een stukje fietsen wil. Aan deze kant hebben we dan nog wat extra dingetjes. Hier stond een eerste fiets. Ja. Maar de, toen was dit wandje te ver die kant op, zeg maar, om, die, om een zaagmachine eruit te halen die normaal daar staat. Ja. Dus we hebben het wandje iets opgeschoven en dan passen de fietsen daar niet meer. Dus zetten we de fietsen aan de rechterkant. Leuk, man. Maakt niet uit, hè? Ja. Nou, en daaronder hebben we de vloerverwarmer. Twee kacheltjes, 400 watt. Oh, die staan gewoon echt onder de vloer, letterlijk. Ja, ja. Zie je, die houden niet warm. He, dat zijn niet hele zware kacheltjes qua stroomverbruikers, laat ik zo zeggen. Nou, en die zetten we dan aan en dan hebben we een lekkere warme vloer. Ik vroeg me al af hoe jullie dat deden, maar jullie hadden ook pas een video over een kacheltje gemaakt, maar dit is wat anders, denk ik, of ja, niet? Ja, een kacheltje gaan we morgen ophalen. Oké. Okay. Dit is een dieselkacheltje. En die blaast dan ook warme lucht hieronder. Mm-hmm. Dat dan deze ruimte warm is hieronder. En dat die ook, ja, dan zeg maar, dan kan die ook naar boven wel, met een extra slang, dat die boven ook warme lucht blaast. Ja, echt leuk. Ja, dus wat anders als een huis, hè. Wij waren dus aan het verbouwen en toen dachten we, nou, waar beginnen wij? En wat is het belangrijkst? En de achterkant was natuurlijk ook belangrijk, dat we daar achter die wand, dat we daar dus het gereedschap kwijt konden. De hoogte van het bed is bepaald door de hoogte van het stuur van de fietsen, dat de fietsen daarin konden.
En nou ja, de bed, we hebben een bed van 1,20 meter. We zijn niet te breed, want dan mis je weer zoveel ruimte. En als je daar ligt, slaap je toch. Dus dan maakt die paar centimeters ook niet uit. Maar we hadden altijd een bed van 1,40. Hè? Ja. Dus dan hou je dit over. Ja, en wat doe je dan? We zeiden, nou, gaan we daar zitten? Nou hebben we deze rietenstoelen. Daarvoor hebben we gewoon een tuinstoel. Ja, en dan zat hier een klaptafel. Maar ja, dat past hier nou niet meer tussen. Nee, daarom. Dus, maar goed, dat is dan deze ruimte. Het was hier. Gea die heeft eigenlijk altijd de computer op schoot staan als ze aan het werk is met de computer. En ik heb hier dus een plaatje waar ik dan mijn laptop heb staan. En hier heb ik mijn tablet. Ah, kijk. Daar werk ik ook nog veel meer. Daar ben ik eerst mee begonnen. Ja, dan hang je gewoon alles op, hè? Mooie gordijntjes. Hoe ben jij gemaakt? En gordijntjes? Kant-en-klaar gekocht, maar wel opgehaald. Kant-en-klaar gekocht, maar ja, dan hangt die alles op. En dan mandjes daaronder, daar je spulletjes kwijt kunt. Ja, hier hebben we mandjes. Ja, je moet en je spul toch kwijt. Nou, dan hebben we hier, het is een beetje chaos op het aanrecht. Dat is mijn spul maar wel. Uit, nou, we hebben dus, doordat wij heel veel eten bereiden, hebben we gezegd, het is belangrijk dat we veel plek hebben om te werken, hè, op de aanrecht. Dus we hebben hier behoorlijk wat. Ik denk net, we bijna net zoveel als meeste mensen in huis hebben. Dus meer dan bij mij thuis, alleen dat is iets smaller zo, maar voor de rest is het meer ruimte. Het is 50 in plaats van 60 inderdaad. Kun je hier in de koelkast, hè, meestal is het tot hier. Ja. Maar omdat wij toch heel vaak niet koken, hebben we gezegd, we kopen gewoon van deze kookstelletjes. Oh, die herken ik van het gebakken ei van vorige week. Ja. En die zetten we dan hierop, als we daarmee bezig zijn. En na tijd weer daaronder. Koelkast en een vriezer. En dat is gewoon op 220. Gewoon wat je normaal thuis ook hebt. En die staat als jullie reizen, staat die uit, had ik begrepen. Dan staat die uit, ja. Via een andere video. Ja, ja. Hier allemaal plankjes, die zitten schuin, hè. Dat het niet allemaal uitvalt. Oh ja. Elk bakje zit weer wat anders in. Heel veel vogelvoer. Vogelvoer? We hebben geen vogels. Ja. Zaden. Zaden. We eten heel veel zaden, hè, voor een goede de omega vetzuren, zeg maar. We hebben hier zo'n soort, lijkt wel een soort vensterbankje, zeg maar waar we de spullen op zetten. Maar als je alles weer moet opruimen voordat je gaat rijden, dat is gewoon zoveel werk. Dus hebben we gezegd, we moeten zo hebben staan eigenlijk dat je gewoon met een paar kleine handelingen dingen wegpakt en dat je gelijk kunt gaan rijden. En hier hebben we, het is een beetje donker. Dus, kijk of dit helpt. Ja, we hebben het toilet. Ja, gewoon een potty, daar de wasmand. En dan hebben we dus van die zakken. Zie je dat? Drie stuks. Schoenen. Waar je schoenen in doet, maar daar hebben we dus van alles in. Ook handdoeken en dergelijke. Shampoo, scheerspulletjes en tandpasta en noem maar op. Kast met kantoorspul. Oh ja, hier nog. Oh ja. En wat haakspulletjes. Begeer, je even een eigen webshop. Ja, die heb ik bekeken. Ja, leuk. Ja. Ja. Ja, er staat ook van alles in. Dingetjes die ze heeft gehaakt en gebreid. Sokjes voor kinderen. Ik zou wel even een link naar de webshop bovenin zetten nu. Oh, super. Ja. Hier komt hij dan, hè? Ja. Ja. Daar de deur. Die hebben we er zelf in gemaakt. Want dat is natuurlijk een... Er zou bijna een camoufleertje op die deur. Ja, als ik dat lijstje niet had gedaan, dan zie je hem niet, hè? En hier hebben we dus de... meetlat van de kleinkinderen. Ja. Dit is de lengte... van Sven. Grappig. Iedere keer als die komt, hè, dan zetten we weer een streepje. Okay. Ja, dit is van Maurice, onze oudste kleinzoon. Ja, en soms groeien ze niet zo heel hard, hè, of zijn ze net een maand later of zo een keer weer bij ons geweest. Dan doen we dat niet. Maar iedere keer als ze iets gegroeid zijn, zetten we dat erop. En elke keer als ze daar komen, dan mogen ze iets erop tekenen. Leuk. Maar dan moet weer een nieuwe, want ze kunnen er niet meer bij. Nee. Ja. Nou, daar nog een paar mandjes voor Gea's spulletjes. Ja, kantoor en privé. Hier zit de omvormer. Dat is, die zit op de accu aangesloten, dat is 600 watt. Ja. En dat gebruiken we eigenlijk als we onderweg zeg maar een smoothie willen maken of zo. Dan hebben we nog een blender, want die is 1200 watt. Maar dan hebben we daar nog een blender staan, zo'n Nutri Bullet van 600 watt. En die kan op die. Dus jullie hebben eigenlijk wel gewoon stroom onderweg, een soort noodstroom. Ja, of ja. Zo. Ja. Nou, en dan hebben we hier nog iets. Dan gaan we jou straks laten proeven. Ik ben benieuwd. De durian. Ik ken het helemaal niet volgens mij. Nee, de meeste mensen niet hoor. Ik ken het eerst ook niet. Zo. Nou, even lekker een biertje drinken met Herman. Proost, hè? Ja, proost.
Nou, vinden jullie dit leuk? Kijk dan vooral eventjes op het YouTube kanaal van Leven in een Camper. De link verschijnt weer eventjes hierbovenin. En vinden jullie mijn kanaal leuk? Abonneer dan, het is gratis. Laat een leuke reactie achter, maakt niet uit. Ik vind het sowieso leuk dat je kijkt. Nou, hartstikke leuk dat ik hier te gast was bij jullie vandaag. Nogmaals proost. En tot de volgende video. Doei! Leuk. Hey.